Ook van mij een heel hartelijk goedemorgen. Dank Koos om gastheer ook vanmorgen te zijn en alles wat we ook tot nu toe hebben gehoord en gezien. Dit mooie lied ook van Kinga, heel indrukwekkend. En we zijn al een tijdje bezig met het thema vergeving. Daar werken we naartoe ook met Pasen. En in deze dienst zullen we inderdaad ook die vraag stellen, lastige vraag zoals Koos al zei. Over ja, hoe zit dat eigenlijk met vergeving tot in eeuwigheid? We hebben twee lastige Bijbelteksten gelezen. Wat moeten we daar nou eigenlijk precies mee? Er komt volgens deze Bijbelteksten toch een oordeel aan. En ja, op grond van onze daden staat daar. Wat betekent dat eigenlijk allemaal precies? En we lazen ook in Openbaring dat eigenlijk iedereen wegvluchtte toen die troon daar kwam. En ik kan me ook goed voorstellen, althans zelf ja, heb ik dat ook wel, dat je eigenlijk gewoon wilt wegvluchten van dit thema. Dat je eigenlijk het zou willen schrappen uit je Bijbel, niet zou willen dat het erin staat. Maar ik hoop van harte dat ook deze preek, ons nadenken erover, toch ook mag gaan zien waarom het wel heel erg belangrijk is dat er komt dat laatste oordeel. En wat dat dan ook precies is. Koos jij ook eventjes, ik wil graag vragen of jullie ook een klein beetje participeren bij deze preek, meedoen. En de bedoeling is dan ook dat jullie even een vraag beantwoorden via Mentimeter. Dus dat wil ik eerst nu aan jullie voorleggen, die vraag, want de antwoorden komen iets later, dus dat gaan we straks bespreken. Maar dit is de stelling, of eigenlijk is het een stelling, geen vraag. Nadenken over het laatste oordeel / de hel vind ik lastig. En daarop kun je kiezen ja, nee of ik weet het niet. Jullie kunnen dus naar www.menti.com toe gaan. Misschien het handigst op de telefoon als de computer aanstaat. En daar de code dan invoeren die je hieronder ziet, 9775179, dus op menti.com. En dan kun je ja, het antwoord aanvinken waar, wat jij op dit moment ook daarin denkt als reactie op die stelling. Dat nadenken over het laatste oordeel de hel toch wel heel erg lastig is. Dan gaan we straks daarop terugkomen en dan gaan we daar verder ook op in. Maar eerst nog iets over die tekst uit Markus. Daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Jezus die ja, daar best een heftige uitspraak doet. Alhoewel, we moeten niet vergeten dat hij heel positief begint. En daar ligt ook eigenlijk alle nadruk op. En dat is dat vers dat er staat. Alle zonden kunnen vergeven worden. Alle wandaden, alle godslasteringen staat er zelfs. Dus daar ligt het vertrekpunt. Daar ligt het begin. Alles kan vergeven worden. En dan zou je eigenlijk hopen dat er dan vervolgens een punt staat en dat het dan klaar is. Maar dat is dus niet helemaal zo, want dan gaat het over een soort van ja, beledigen van de Heilige Geest. Dat kan tot in eeuwigheid, zijn de woorden, niet vergeven worden. Nou, wat betekent dat dan precies? Wat is dat dan precies, die zonde tegen de Heilige Geest? Hoe moeten we dat begrijpen? Nou, de context van die tekst is inderdaad dat de mensen tegen Jezus zeiden, ja, volgens mij werkt er een kwade geest in jou. En ja, dat is eigenlijk dus helemaal tegenovergestelde doen van wat Jezus deed. En dat is dus totaal ontkennen dat God aan het werk is in Jezus. En zelfs dus niet alleen dat ontkennen, maar ook zeggen van dat is niet God, dat is een kwade geest. Dat is van de duivel, zou je kunnen zeggen. Nou, en Jezus zegt dat is een enorme belediging, want daarmee ontken je het werk wat ik doe, dat van God afkomt. En misschien vraag je jezelf ook wel af van, oh, maar heb ik dat ook af en toe niet gedaan, dat ontkennen of iets dergelijks. En dat kan ook best wat onzekerheid oproepen. Maar als je soort van je dat al afvraagt, hè, en daarvan denkt van, oh, ik maak ook fouten zoals wij allemaal, die ja, God kunnen lasteren, beledigen, wat ook al, dan kun je er eigenlijk al gerust op zijn, want dan ben je er bewuster van dat er zoiets is als zonde. En wat Jezus juist laat zien is dat mensen die dat ontkennen dat dat er is en eigenlijk gewoon zeggen van dit is gewoon werk van het kwaad, ja, dat die
daar zich niet eens bewust van zijn. Die zien ook niet dat het kruis nodig is. Want ik hoop ook dat dat in deze preek, zoals ook in de afgelopen weken en nu naar Goede Vrijdag toe, centraal mag staan. Dat kruis. Door het kruis is er vergeving. Door Jezus is er vergeving. En door Jezus dan te zien als een kwade geest, zoals daar gebeurde, ja, dan, waar hebben we het dan over? Niet over vergeving. En niet over het erkennen van dat we Jezus, dat we het kruis nodig hebben. Dus vandaar ja, dat Jezus dit ook zo zegt. En dat kan heel erg hard overkomen. Maar als we door het kruis geloven dat er vergeving is, ja, dan hoeven we er niet bang voor te zijn dat wij zo'n soort zonde zouden begaan. Nee, want alles zal vergeven worden. Nou, daarmee beginnen. En dan wil ik daar verder ook op nadenken over de volgende tekst. Want ja, die lijkt toch nog te zeggen van alles vergeven. Maar ho, wacht, er komt een oordeel aan. En wat houdt dat dan precies in? En daarover nadenken is best lastig. Is spannend. Het kan allerlei gevoelens in je oproepen. Allerlei beelden. Het kan je laten denken aan mensen. Misschien aan je eigen angsten. Dus daarom dacht ik, is het misschien wel goed om ook die even uit te spreken. Om daar even wat over te zeggen. Dus ik ben benieuwd of jullie het hebben kunnen invullen. Dan gaan we even kijken wat daaruit is gekomen. We gaan de resultaten zien. Ja. Nadenken over het laatste oordeel, de hel, vind ik lastig. En daar zeggen 90 mensen, we hebben iets van 115 reacties geloof ik. Misschien iets meer komen er nog binnen. Maar ruim 90 mensen zeggen van ja, dat vind ik erg lastig. En 90 zeggen nee. En een aantal ook die zeggen ik weet het niet. Nou, misschien komen er nog reacties binnen, maar in elk geval is dit denk ik wel duidelijk. En ik moet ook zeggen dat ik dit ook wel had verwacht. Want ja, het is inderdaad niet zo eenvoudig. Maar volgens mij komt dat ook een beetje omdat we hier inderdaad niet vaak over nadenken of over spreken. Het is wel een beetje taboe geworden, dit onderwerp. Dat we denken, het is zo lastig, laten we het daar maar niet over hebben. Het is zo emotioneel en misschien komt dat ook nog steeds wel een beetje door allerlei middeleeuwse beelden die we hiervan hebben. Die eigenlijk helemaal niet bijbels zijn. En daarom leek het mij juist goed om het hier wel over te hebben. Omdat er best veel over valt te zeggen. En daarmee wil ik ook gelijk zeggen dat ik niet vanochtend vanuit de Bijbel kan zeggen, zo zit het precies. Zo is het. Hemel, hel, klaar. Zo eenvoudig spreekt de Bijbel er niet over. En ik denk dat dat ook wel een reden heeft. En Johan zei dat al even ook over de hel in het kinderfilmpje. We weten niet helemaal precies hoe het zit. We hebben een boek Openbaring waar we van alles lezen over een geestelijke strijd. We lezen in de psalmen wel over leven na de dood en ook in het Nieuwe Testament. We komen het op allerlei plekken tegen. Maar om nou echt te kunnen zeggen, zo zit het, zo ziet het er daaruit in de hemel of in de hel. Ja, dat kunnen we eigenlijk niet. En dat is ook wel logisch, want wij zijn hier op aarde. We hebben het over een andere dimensie. En er wordt in heel veel beeldtaal over gesproken in de Bijbel. En soms lezen we ook van tegenstellingen. Ik wil er ook een paar noemen vanochtend. Om maar aan te geven dat we niet zeker weten hoe het zit. En dus ook heel voorzichtig moeten zijn vanuit de Bijbel. In ons spreken over het laatste oordeel, over hel, over hemel. We moeten er voorzichtig mee zijn. Maar dat is iets anders dan dat we zeggen, we moeten er niet over nadenken. Ik denk dat het juist goed is om daarover na te denken, omdat het zoveel negatieve emoties oproept. En ik wil graag vanochtend met u ook aan de hand van Openbaring en ook een paar andere teksten, eigenlijk zou ik er veel meer teksten bij willen pakken, maar dat kan niet, dat wordt te veel. Maar aan de hand van 4 punten wat vragen stellen, wat nadenken over welke perspectieven we allemaal tegenkomen in de Bijbel. En zoals ik al zei, ja, die lijken elkaar soms tegen te spreken. En er zijn ook door de hele kerkgeschiedenis hele verschillende perspectieven te vinden op dit onderwerp. En dus het is goed om dat te weten. En allereerst zou ik daarom de vraag willen stellen of de hel eigenlijk wel bestaat. En dat is misschien een beetje een gekke vraag. Want je denkt, ja,
De Bijbel heeft het daar toch over. Nou, de woorden die gebruikt worden, ik kan daar niet verder op ingaan, die worden niet altijd ook letterlijk vertaald, maar die zijn ook best wel ingewikkeld. Gehenna, Hades, wordt daar dodenrijk mee bedoeld? Wordt daar de hel mee bedoeld? Wordt daar een vuilnisbelt buiten Jeruzalem mee bedoeld, als Jezus er in Matthäus over heeft? Nou, maar goed om die vraag wel te stellen. We merken ook, als je onderzoeken leest, ook van christenen die worden gevraagd, geloof je in de hel? Dat steeds minder christenen zeggen, ja, de hel, ik weet niet of die wel eigenlijk bestaat. Laat ik dat iets verder invullen, die vraag. Want als we bijvoorbeeld zouden zeggen dat de hel de plek is waar God niet is, dan kun je inderdaad eigenlijk terecht afvragen of die wel bestaat. Want bestaat er wel een plek in dit universum, in dit heelal, waar God niet is? Dus in die zin zou je kunnen zeggen, bestaat de hel misschien wel helemaal niet? Is dat niet inderdaad een poel wat verdwijnt, wat als de dood de laatste vijand is verslagen? Augustinus, een kerkvader uit de hele vroege kerk, die zei bijvoorbeeld ook, de kwaad is het afwezigheid van het goede. Het kwaad, zei hij, bestaat niet. Het is slechts de afwezigheid van het goede. Nou, ik denk dat deze vraag belangrijk is om te stellen. Ik heb er niet het antwoord op, maar als inderdaad de hel, om het maar zo te zeggen, de plek is waar God niet is, ja, waar is dat dan? En dan een volgende vraag, ook naar aanleiding van wat we net hebben gelezen. Als we dan nadenken over de hel, een plek waar God niet is, is dat dan iets wat eeuwig is? Is dat dan iets wat tijdelijk is? Is dat iets van vernietiging, wat ophoudt inderdaad te bestaan? Of gaat dat door een eeuwigdurende straf? Hè? Dat plaatje wat we vaak vanuit de middeleeuwen zien, met duiveltjes die mensen aan het prikken zijn en vervelend aan het doen zijn. En vuur en vlammen en eeuwige pijn. In onze tekst van morgen lezen we verschillende dingen. Aan de ene kant lezen we inderdaad in vers 10 iets van pijniging. Maar het hoofdstuk sloot af met vernietiging. Twee beelden die eigenlijk niet naast elkaar lijken te kunnen staan, maar toch lezen we beide. Vuur. Aan de ene kant inderdaad een teken van licht en dat iets door zou gaan. Of zou een vuur ook ophouden met branden? En aan de andere kant horen we Jezus ook spreken over duisternis. Iets waar dus totaal geen licht is. Wat donker is, waar niets kan bestaan. Ik zei al, ik heb zeker geen antwoorden vanmorgen. Maar ik denk wel dat het goed is om vragen te stellen over de verschillende beelden die we zien. Vernietiging van het kwaad, van Satan. Dat is dan voorbij. Daarvoor is allereerst die hel bedoeld. En dan kan het dus inderdaad niet zo zijn als zo'n middeleeuws beeld dat die Satan en die duivels en die demonen dan vervolgens dus allerlei mensen loopt te pesten. Dat is natuurlijk, dat klopt dan helemaal niet. Want het wordt wel duidelijk dat het allereerst voor de Satan is bedoeld. Maar goed, al deze beeldspraak, vuur, duisternis, pijn, vernietiging, al die verschillende beelden, ze zijn angstaanjagend. Dat zeker. En Openbaring is ook vooral een boek. En Jezus doet dat zelf ook in zijn verhalen die hij vertelt. Om te waarschuwen. Om te zeggen, let op. Ruk eerder inderdaad je oog uit. Want anders ga je straks naar het Gehenna. Als je oogje dwars zit. Let op, het kwaad gaat vernietigd worden. En daar worden inderdaad allerlei heftige beelden voor gebruikt. Dus we moeten ze serieus nemen, zonder wat we daarmee zeggen. We vatten dat helemaal letterlijk zo op, dat kan niet. Want die beelden spreken elkaar dus op een zekere manier tegen. Een derde vraag. Maar als die hel dan zou bestaan, kan het dan niet zijn, juist omdat we geloven in Jezus en het kruis, dat hij gewoon leeg blijft?
En die opvatting zien we eigenlijk ook al door de hele kerkgeschiedenis eeuwenlang door bij zelfs vooraanstaande theologen terug. Die zeggen die hel die blijft ook gewoon leeg. Vergeving is er voor iedereen. Iedereen zal uiteindelijk met God verzoend worden. Ook wel alverzoening genoemd. Nou, je wordt dus hele discussies en debatten wel ook overgevoerd. Maar uiteindelijk moeten wij daarvan ook zeggen, we weten het niet. Er is een kans, zeker. Maar goed, dat is niet aan ons om dat te zeggen van dat is zeker weten zo. Want als je dat zo sterk zou kunnen zeggen, dan roept dat ook nog wel weer een paar vragen op, hè? Iemand die zei laatst van eigenlijk hoeft het niet eens over de hel te hebben. Misschien is het vooral goed als we willen weten hoe erg toch ook zonde is en de verwijdering tussen ons en God was, om vooral naar het kruis te kijken. Het kruis geeft aan hoe serieus God de gebrokenheid van deze wereld neemt. Laten we vooral naar het kruis kijken. En juist ook als we dus naar dat kruis kijken, en dat blijft ook echt het gezichtspunt waar we ons op moeten richten. We kunnen nooit over het leven na dit leven spreken, inderdaad, zonder het kruis. Dan mogen we ook zeggen dat, met betrekking tot het laatste oordeel, dat oordeel in Jezus aan het kruis is gedragen. De schuld is voldaan. Jezus heeft alles gedragen aan het kruis. Dus dat oordeel dat vindt zeker niet plaats buiten Jezus om. Er is een boek van het leven wat daar is. Ik begon met de vraag van ja, worden we niet geoordeeld op onze daden? Het lijkt toch ook of Openbaring het daarover heeft. Maar als je het goed leest, dan gaat het er uiteindelijk dus om of je naam in dat boek van het leven staat. Op grond van onze daden worden we allemaal veroordeeld. En ik denk ook dat dat het ongemak wat veroorzaakt, dat ervaren we ook, dat voelen we ook zo. Maar in Jezus zijn die daden vergeven, tot in eeuwigheid. En gaat het er dus om of je in Jezus gelooft? In het kruis. We gaan straks ook na de dienst de apostolische geloofsbelijdenis horen, uitgesproken door leden van wijk 1, verschillende leden. En daarin belijden we ook, in die geloofsbelijdenis, Jezus is neergedaald in de hel. Lijkt me ook goed om daar opnieuw over na te denken. Wat betekent dat dan, dat Jezus zelfs in de hel is geweest? Betekent dat dan inderdaad niet dat iedereen, of er dus niemand inderdaad in die hel komt en dat iedereen verlost zal worden als zelfs Jezus in die hel is geweest? Dan is er dus geen plek meer waar God niet is. Ik zei het al, vooral heel veel vragen vanmorgen. Het laatste, vierde punt wat ik nog wil noemen in dit verband. En dat is toch het punt van keuzevrijheid. Deze onderwerpen die doen in zekere zin inderdaad ook een beroep op ons. God die ons heeft geschapen als wezens die kunnen kiezen. Keuze voor het goede, voor het slechte kunnen maken. En is de hel dan eigenlijk niet gewoon de plek waarvan God zegt, ik ga niemand dwingen om in mij te geloven. Dus als je niet in dit leven bij mij wil horen, hoeft dat ook niet in het volgende leven. Zou dat toch niet ergens logisch zijn dat God mensen in hun waarde ook daarin laat? Dat we mogen kiezen? En ja, die plek om niet bij God te horen moet vreselijk zijn. Maar laat God mensen niet gewoon in hun waarde? C.S. Lewis, bekende schrijver, die heeft ook veel geschreven over het leven na dit leven. En die zegt ook, de mensen willen er ook niet uit. De deuren zitten van binnen op slot. Nou, dat vind ik best heftig om dat te bedenken. En afgelopen week in het Nederlands Dagblad was er ook nog een beetje discussie over. Want iemand zei, maar is die keuzevrijheid die aan mensen wordt gegeven gewoon niet te veel gevraagd?
De keuze om te maken tussen goed en kwaad, kunnen wij dat eigenlijk wel? Alles hangt toch gewoon van God af die ons kiest, die ons roept, naar ons toe komt. Gods liefde voor ons. Kunnen wij die keuze wel maken? En ik vond dat wel een hele belangrijke vraag ook om in dit verband te stellen inderdaad. Keuzevrijheid, wat betekent dat in dit verband? Lastig. Maar uiteindelijk, lieve mensen, ik geef hier vier perspectieven mee, verschillende dingen en het roept misschien wat verwarring op. Maar daar hoeft het niet bij te blijven, want uiteindelijk zijn wij bedoeld voor de aarde. In hoofdstuk 21 van Openbaringen kun je verder lezen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die komen, die afdalen van God, van de troon af. Waar inderdaad, zoals in het kinderfilmpje al stond, geen verdriet, geen pijn, geen lijden meer is. En wij mogen op die nieuwe aarde gaan wonen. Daarvoor zijn we bedoeld. En dan wil ik toch ook de vraag stellen of we in die zin ook blij kunnen zijn met dat laatste oordeel wat er aankomt. Waarin God alles recht gaat zetten, waarin het kwaad voorgoed vernietigd zal zijn. Satan geen enkele macht meer heeft. En ik denk juist in plekken op deze wereld waar het kwaad heel veel macht heeft. In oorlogen, in door armoede geteisterde gebieden. Dat mensen veel meer ook uitzien daarna. Nadat God alles komt rechtzetten. Maar misschien ook in je eigen persoonlijke leven. Wat er dingen zijn gebeurd. Ja, die niemand gelooft. Maar waarvan jij wel weet dat dat toch klopt. En dat God dat recht gaat zetten. Dat er gerechtigheid komt, een einde aan het kwaad. En is dat niet een fantastisch vooruitzien? Dat vergeving inderdaad voor goed en voor altijd zal zijn, tot in eeuwigheid. En hoe het leven er dan uitziet en hoe onze keuzes bepalend zijn, ja, dat is lastig. Maar bovenal mogen we weten dat Gods keuze voor deze wereld, voor ons, het allerbelangrijkste is. En bovenal mogen wij God dus vertrouwen op zijn liefde, die zoveel groter is dan die van ons. Wij zijn geneigd om te veroordelen onszelf, de ander, en om in hokjes en vakjes te denken. Maar God doet dat niet. Als God oordeelt, doet hij dat door Christus. Dus wij moeten zeker ook niet dat gaan proberen te doen, want dat lukt ons niet. En dat hoeft gelukkig ook niet. Al wat wij mogen doen is Gods grote liefde vertrouwen. En de hele tijd naar dat kruis blijven kijken. Het kruis die voor iedereen redding mag zijn. Voor iedereen vergeving is, leven is. Laten we kijken naar dat kruis. Dat zullen we ook doen in het volgende lied. Amen.